bij de Trolley Problem. En ik gok dat jullie deze afbeelding wel eens ooit gezien hebben. Zo niet, korte uitleg. Er komt een karretje aan en die zou normaal gezien gewoon recht vooruit rijden en dan deze 5 mensen vermoorden. Nou kunnen wij de keuze maken om die hendel om te zetten, om 1 persoon te vermoorden en die 5 mensen te redden. Nou is dus de vraag, wat is eigenlijk het juiste om te doen? Want als we niks zouden doen, dan zijn we dood. Maar als wij dus iets doen, dan hebben wij in principe hem vermoord. Wat is het juiste antwoord? I don't know. Ik weet het juiste antwoord. Dat is die meme. Ik weet niet of jullie de meme kennen. Maar ja, ik weet niet wat we verder rest nog meer allemaal krijgen bij dit. We gaan gewoon deze lijst af. We zien het wel. Dit is level 1. En wat zouden wij doen? Ik zou persoonlijk die lever omzetten om 1 persoon te vermoorden en 5 mensen te redden. Dat is in mijn ogen de juiste keuze. But I don't know. Oh no, a trolley is heading towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track, killing 4 people instead. Ja, kijk, waar leg je die grens? Waar leg je die grens? Want als je het heel simpel bekijkt, 4 mensen dood is beter dan 5 mensen dood. Right? Alleen die 4 mensen zouden anders niet dood zijn gegaan als wij niet waren ingestapt. Maar ik denk toch dat we, ja, we moeten het toch doen. Er gaan sowieso mensen dood. Dat is gewoon hoe het is. Dus beter maar gewoon minder dan meer. En dat is hoe we dat gaan doen. Oké, we hebben nou de keuze dus of we laten 5 mensen doodgaan. Of mijn volledige life savings gaat naar de gort. Nou scheelt het dat ik niet zo heel veel geld heb. Dus waarschijnlijk dat ik deze neem is de juiste keuze. 5 mensen zijn ook een hoop. Als hier 1 zou staan. Als ik zelf de mensen mag kiezen. Dat scheelt ook nog. Maar in ieder geval. Hey, als ze mij gewoon allemaal geld. Weet je wat het is? Als ze mij gewoon allemaal 10k geven. Omdat ik een leven heb gered. Dan we all good. Oké. Oh! Fuck! Dit ben ik! Ik moet dus de keuze maken of 5 random mensen gaan dood. Of ik. Luister. Dan ben ik misschien egoïstisch. Maar ik ga mijn eigen leven niet geven. Het ligt eraan welke 5 mensen wederom weer. Zijn het 5 mensen die ik ken? Zijn het 5 random mensen? Maar soms moet je egoïstisch zijn. Doe nou niet alsof jullie dat niet zijn. Ik zie het in die ogen. Denk aan jezelf. Belangrijk. Ik ben trouwens niet de enige. 60% is het met me eens. Dus laat dat even duidelijk zijn. 5 mensen of een priceless painting. Oeh. Kijk, ik hecht persoonlijk niet heel veel waarde aan een schilderij. Echt, sommige kunst zou ik dat misschien wel bij doen. Maar een schilderij, I don't really care. Al is dus het ding wel. Kijk, mensen hebben maar een levensverwachting van 80, 85 jaar. De painting daarentegen is timeless. Weet je wat? Ik doe niks. Luister, luister. 24% is het eens met mij. Luister, hear me out, Ik heb niks gedaan. Ik heb niet aan die hendel getrokken. Ik was er gewoon helemaal niet. Ik heb het helemaal niet gezien. Nothing happened. Ja, dat is de lastige. Een schilderij zou misschien niet nuttig zijn. Misschien met andere oude kunst, misschien wel. Ah, wel. De volgende. Oh no, a trolley is heading towards a rich man. The rich man offers you $500,000 to pull the lever. Yes. Yes. Kijk, 51%. Wauw, bijna 50-50. Kijk, in dit geval is het. Er ging sowieso iemand dood. Daar valt niks aan te veranderen. In dit geval hou ik er ook nog wat aan over. Oh no. A cat. Dit is 90%. 85%. Het is best wel grappig hoe wij meer waarde hechten aan een kat of een hond dan aan een lobster. Maar ja, dat is gewoon hoe het is. Hetzelfde ook als je kijkt bij in Azië, weet je wel, dat ze honden eten. Dat is echt bizar voor ons. Maar voor hun is het normaal, I guess. Dus ja, oké. Oh no! A trolley is heading towards 5 people who are sleeping and won't feel pain. Ik weet niet of dat zo werkt. I don't know. You can put a lever to divert it to the other track, running over someone who is wide awake instead. Deze 5 mensen hebben ook familie. En pull the lever. Het maakt niet uit of ze slapen of niet. It doesn't matter. Ik denk dat dat zo instant is.
Het is super eng. Het moment is me aan zien te komen. Maar je denkt, als hij eenmaal er is, dat het gewoon één klap voorbij is. Dus 52%. Het is raar hoe mensen die onderscheiding maken tussen mensen die wakker zijn en niet. Huh. Oeh, level 9. Personal choices. Oh no, a trolley is heading towards 5 people who tied themselves to the track. You can pull the lever to divert it to the other track, killing one person who accidentally tripped. Dit is het makkelijkste wat er is. Het makkelijkste. Is er mensen die zelfmoord willen plegen? Sure, have fun. Wait. Ik neem verkeerd om. Sorry! Dat was te verkeerd. Ik wil de man dus om doen. Ik was het eens met die 79%. My bad. Sorry. Mistakes were made. Oepsie. Level 10, Mercy. Oh no! A trolley is heading towards 5 people. The lever just speeds up the trolley, which makes it less painful. What do you do? Oké, dus deze persoon is niet aan de orde, want hij gaat daar niet af. Hij gaat gewoon rechtdoor, maar alleen dan sneller. Zou ik die trein sneller laten maken? Weet je wat het ding is? Sure. 71% is het ermee eens. Kijk, het is een beetje een lastige. Want ergens zou ik daar niks mee te maken willen hebben, right? Van, nou heb ik zelf hieraan meegewerkt. Maar ja, als ze toch doodgaan, kan het beter less painful zijn. I guess. Minor inconvenience. Wait, what? A trolley is heading towards one guy. You can pull the lever to divert it to the other track. But then your Amazon package will be late. No way. Hoeveel procent? Jongens, we moeten het even hierover hebben. 20% kon niet op zijn pakketje wachten. Nee, dit is... Kijk, als hij zichzelf had vastgebonden, is een ander verhaal. Dan denk ik aan mijn pakketje, maar in ieder geval, come on. Best friend. Oh. Dit is een hele lastige. Ik ben waarschijnlijk heel egoïstisch. It is what it is. Ik ken die andere mensen niet. Ik ben hier nooit geweest. Ik heb het niet gezien. Mijn beste vriend is gered. 71% is het bij me eens. Can't see. I mean, ik zie het wel. Oh, waarschijnlijk is dat best friend. Verder dat de best friend is. Ik durf het te garanderen. Of familie of zo, weet je wel. Oh no, a trolley is heading towards 5 people. You can pull the lever to divert it to the other track. Killing one person instead, at least. That's what you think is happening. You forgot the glasses and can't see that well. In dit geval, als je het niet goed kan zien, kan je het best waarschijnlijk niks doen. 47% of people agree. Dus de meeste mensen zouden die keuze hebben gemaakt. Nou ben ik dus benieuwd. Want in dit geval konden wij duidelijk zien waar meerdere mensen lagen. Het kon een instinker zijn. Ik ben van mening, als je het niet goed kan zien, dat je het beste niks kan doen. Want stel je voor dat hier een stuk hout ligt. En daar ligt een hele familie. Ik kan het niet goed zien. Level 14, cousins. First cousin, second cousins. Kijk, in dit geval is het allemaal familie. En dan komen we toch weer terug op het beginverhaal. Het is beter om 3 levens te redden dan om 1 te redden. Denk ik. 58% is mee eens. Ja, het valt me wel op dat, dat het verschil best groot is iedere keer. Het zit toch rond de 50-50. Oh, age. Oh no, a trolley is heading towards 5 elderly people. Nou wil ik weten hoe oud ze zijn. Hoe oud zijn die elderly people? Zijn ze 60? Zijn ze 80? Dat scheelt een hoop. Ik ga er voor dit geval maar vanuit dat ze 60 zijn, oké? Ze hebben nog mooi wat jaren voor zich. Dit zijn 5 mensen, allemaal met families. 1 baby. Come on, die baby die weet toch niet wat er aan de hand is. Mop, mop! Oeh! Bizar hoeveel waarde we hechten aan een baby, right? Ook al zijn dat net zo goed mensen. 65 plus. Was op zich wel te verwachten trouwens. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen ze hebben al zoveel jaren geleefd. Maar ze zijn pas net met een pensioen. Het echte leven begint pas net. Level 16 clones. Dit is een rare. Dus of 6 clones of 5 clones gaan dood of ik. De clones, what the hell. Weet je, dit is met clones. 88% mee eens. Zijn dat wel echt mensen? Het is een beetje een moeilijke vraag, maar zijn het echt mensen? Level 17, de mystery box.
En in dit geval is er 10% kans op 10 mensen. Of 50% kans op 2 mensen. Oeh, dit is een hele, hele nare vraag. Het is 2 of 10 mensen. Dat scheelt een hoop. 50% kans of 10%. 10% kans is weinig. Ga je die kans nemen? Ik denk dat ik het liefst niks zou doen. Ik zou hier geen keuze willen maken. Ik zou persoonlijk niks doen. 43% was het daarmee eens. Kijk, nogmaals, die 10% is laag. Maar zou ik die keuze willen maken? Zou ik hier God willen spelen in deze situatie? Waarschijnlijk niet. Level 18, I am a robot. Weet je wat? Stik mij in robots. Hoppatee. Geen probleem, die kunnen we makkelijk fixen. Oh no! A trolley is heading towards 3 empty trolleys worth 900k. Of we kunnen naar die andere track doen en dan 1 empty trolley 300k. I mean, of course. Like, als je geld kan besparen, fine, right? Waarom is dat niet 100%? Waarom zou je $900,000 aan schade willen hebben in plaats van 300? A trolley is releasing 100 kilograms of CO2 per year, which will kill 5 people over 30 years. You can pull the lever to divert it to the other track, hitting a brick wall and decommissioning the trolley. That is so stupid. Get the hell out of here. That makes... What? Denk je echt dat als die trolley hier niet zou zijn, dat er dan niks anders in de plaats komt? Level 21, reincarnation. Oh no, you are a reincarnated being who will eventually be reincarnated as every person in this classic trolley problem. What do you do? Wait, what? Dus ik ben reincarnated. En uiteindelijk word ik elke van deze mensen? Ja, dan ga ik liever 1 keer dood dan 5 keer. I mean, yes, please. I mean, yeah, I don't know. Waarom 52%? Vage shit. Oké, next. Ik heb het trouwens opgezocht. Er zijn 28 levels. Dus we maken ze nog even snel af. Harmless prank. Oh no, a trolley is heading towards nothing. But you kind of want to prank the trolley driver. What do you do? Nee, what the hell? Ik ben blijkbaar heel saai. Ik vind dat geen grappen, maar... Okay. Citizens. Ooh, a bad citizen, a good citizen. Pull the lever. Bye-bye. Level 24. Oh no, due to a construction error, a trolley is stuck in an internal loop. If you pull the lever, the trolley will explode. If you don't, the trolley and its passengers will go into circles for eternity. Ik denk dat je beter dood kan gaan dan vastzitten in een loop. Dat is... Ja. Yeah. Dat is het beste wat je kan overkomen. Je wil niet vastzitten in een loop. Dat is... No, thanks. Nou, we gaan er nou wel snel doorheen. Enemy. Ooh. A trolley is heading towards your worst enemy. You can pull the lever to divert the trolley and save them. Or you can do nothing. Ik was er niet. Ik heb niks gezien. Ik was niet aan het opletten. Ik heb het niet gezien. Level 26, lifespan. Oh no, a trolley is heading towards a person and will lower their lifespan by 50 years. You can pull the lever to divert the trolley and lower the lifespan of 5 people by 10 years each. Okay. Keuze is dus of deze persoon leeft 50 jaar minder of elk van deze mensen leeft 10 jaar minder. Als je simpelweg kijkt naar gewoon gemiddelde, mensen worden ongeveer gemiddeld 80, 85 in Nederland. Dus laten we zeggen dat deze mensen 70 worden. Dus 5 mensen worden 70. Of 1 persoon wordt 30. Dan zou ik zeggen pull the lever. Al zijn dit wel 5 mensen. 64% is mee eens, oké? Okay? Die lever is een beetje naar. Want als je gewoon niks doet, dat is what God intended, right? Dat is wat ze dan zeggen. Oeh, een time machine? Wat gaat er gebeuren? You can pull the lever to divert the other track. Sending the trolley into the future to kill 5 people 100 years from now. Do nothing. I mean... Wait, 70% is daarmee oneens? Level 28, dit is de laatste. Free will. Oh no, a trolley problem is playing out before you. Do you actually have a choice in this situation? Or has everything been predetermined since the universe began? Ja, dit is een hele nare vraag. Dit zou eigenlijk betekenen dat alles wat je in je leven doet, heeft geen invloed, want het zou zo uiteindelijk zijn gelopen.
En ik wil dat zo niet geloven. Ik geloof wel misschien dat er een soort van multiverse-achtig iets is. Dat alle keuzes al ooit zijn geweest. I don't know. Maar ik denk dat ik een keuze heb, ja. Ik wil geloven dat alles wat ik in mijn leven doe, mijn keuze is geweest. En niet dat ik me gewoon een vast pad beloop. Dus ja, I have a choice. Ik weet niet of het zo is. 64% is het daarmee eens. 36% is dat niet. En als het goed is, was dit de laatste. Ja, zeker. Ik heb 71 mensen vermoord. Hoeveel heb ik er gered? Dat is de echte vraag. I don't know. Dit was op zich wel grappig, de trolley problem. En ik ben op zich wel benieuwd, wat zijn jullie keuzes? Laat ze achter in de comments. Als je niks te doen hebt, maak gewoon een hele lijst van alle 28 keuzes. Misschien dat er zelfs meer van dit soort games zijn. Ik heb geen idee. Ik zou kunnen kijken. Als je hier meer van wil zien, laat het achter in de comments. Verder is het voor je leuk. Drop een like hier. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Adieu.